Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 20 september. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik zit even aan de oplader, want de camera was leeg. En ik dacht eigenlijk dat ik nog een leven batterij had, maar dat was dus helaas niet zo. Dus die moet zometeen even goed opladen. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna Vier Handen op één Buik. Vond ik wel een hele mooie uitzending, moet ik zeggen. Ik kende de bekende moeder niet, maar ja, ze schijnt meegedaan te hebben aan Temptation Island. Maar dat kijk ik nooit. Dus daardoor kende ik haar niet. Ja, de naam kwam me wel bekend voor, maar ik wist het verder niet. Ze schijnt er wel eerder mee te hebben gedaan. Volgens mij had ik toen ook zoiets van, ik weet echt niet wie je bent. Nou, daarna heb ik nog even een spel gedaan. En toen ben ik de vlog gaan afmaken. Dus die is helemaal klaar met editen. Ik moet hem alleen nog even checken of alle beelden nu kloppen, maar volgens mij wel. Daarna had ik de laatste aflevering van Virgin River. En dat was echt super spannend. Eindigde echt heel bijzonder. Ik had het niet helemaal verwacht. Hier bleef ik echt wel een beetje met een cliffhanger achter. Dus ik ben ergens ook wel heel benieuwd hoe dat verder gaat. Maar ja, dan moeten we natuurlijk wachten op een nieuw seizoen. Ik heb trouwens ook de foto's nog bewerkt. Maar ik moet nog eventjes twee nieuwe maken. Want die waren niet mooi geworden. Daarna heb ik nog een serie op Videoland aangezet. Die had ik al wel een keer gezien, maar kon ik niet meer zo goed herinneren. Maar ik ben even de naam daarvan kwijt, hoe dat ook alweer heette. Het was in ieder geval een Nederlandse serie. Nou ja, toen was het tijd om naar bed te gaan. En ik doe altijd, voordat ik naar bed toe ga, doe ik altijd even de kleden op de bank leggen. Ligt voor de kat ook altijd lekker, maar ook op het oog zouden ze een keer moeten spugen, dan komt het op het kleed en dan komt het niet op de bank. Want ik kan de bank hoe ze eraf halen, maar het kost best wel veel moeite en energie om dat te doen. En dan zie ik er een beetje tegenop, dus ik denk, nou doe ik de kleden op de bank. Dus ik had één kleed er al op en ik pak het volgende kleed uit de bak waar de kleden in zitten en die vouw ik uit en die leg ik op de bank en er loopt in één keer zo een spin uit. Dus nou, ik gillen weer. Dus ik dacht, oké. Maar hij vloog zeg maar onder dat andere kleed. Dus ik had snel iets gepakt en tilde dat kleed op en zag hem niet meer. Dus kussens aan de kant. En hij liep dus uiteindelijk hier op de leuning. Maar ja, zwart op grijs is moeilijk te zien. Maar hij begon zich te bewegen, dus ik zag hem. Dus daardoor kon ik hem vakkundig uit dit huis weren. Maar ik schrok me weer helemaal de tandjes. Dat vind ik het nadeel van september. Ik vind het gewoon super gezellig nu de herfst, de wind. Het voelt gewoon super gezellig aan. Maar die spinnen, dat is echt wel een ding. Want ik ben echt bang voor spinnen. En als je die angst niet hebt, kan ik me voorstellen dat je denkt, meid, stel je niet zo aan. Maar ik ben er echt onwijs bang voor. Dus dat was wel eventjes minder. Dus ja, ik ben toen ik in bed lag ook gestart met een nieuw boek. Ik weet nog niet zo goed wat ik daarvan vind. Het begon allemaal een beetje rommelig, maar ik moet er even doorheen. Ik vind ook, ik ben eigenlijk nooit afgehaakt met een boek, maar ik moet er soms even doorheen komen. En nu heb ik zo'n boek. Dus dat. Ik ga zo eventjes de boel doen. Ik ga jullie meenemen. Ik ga eventjes hier weer aan de schoonmaak, stofzuigen, dweilen en zo. Maar ik ga eerst eventjes de camera verder opladen, want... ja, ik kan nu niet echt filmen, want omdat hij dus even op de oplader moet, omdat hij echt gewoon heel leeg is. Dus dat was weer niet zo'n slimme actie. Ik zou eigenlijk voor het mooie nog een keer een batterij erbij moeten halen. Maar ja, die zijn ook best wel duur, dus alles op zijn tijd. Maar goed, ik ga jullie gewoon meenemen, dus tijd om aan de gang te gaan. Klaar. Het is allemaal weer lekker schoon.
Het heeft het oude papier weer bij elkaar geharkt, zodat dat ook weer in de kliko kan. Het pakket weer neergezet, die morgen dan eindelijk weggaat. Maar ja, al met al ging het op zich prima. Maar ja, was wel eventjes gewoon even doorpoten. Maar ging eigenlijk wel goed. Ik heb eventjes lekker nog anderhalf verhaaltje geschreven voor mijn bullet journal. Zodat die ook weer een beetje bijgewerkt wordt. Want daar loop ik wel weer heel erg in achter. Maar dat weet ik gewoon van mezelf. Ik moet er gewoon weer wat vaker voor gaan zitten. Maar soms is het zo druk in mijn hoofd dat ik te veel wil stoppen. Te veel wil doen wat eigenlijk niet zo goed lukt. Maar dat was wel weer even lekker om daaraan te zitten. Katten hebben net ook weer lekker gegeten. Dus dat zit er ook weer in. Toch de ventilator weer even aan. Ik heb het weer een beetje warm, maar heel even checken. Het is nu 23 graden in huis, dus het zakt wel lichtelijk. Misschien dat hij nog naar de 22 gaat. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik weer Goede Tijden en daarna heb je weer Beter Laat Dan Nooit. Dus dat ga ik weer eventjes kijken. Dat is ook wel weer leuk. Dan ga ik denk ik nog even gamen. Dan ga ik eventjes die laatste foto's bewerken om de blogpost te schrijven, de vlog inplannen, daar een thumbnail van maken. Een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik heb nog geen idee waar ik naar wil kijken, dus dat ga ik eventjes zien. En dan ga ik weer Oogappels kijken en dan ga ik dus verder met het boek. En dan, ja, dat wordt eigenlijk verder mijn avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Heel eventjes in de relax-modus, want daar heb ik wel even zin in, want ja, dan merk ik ook gewoon dat ik een beetje moe ben. Dus nou ja, prima. Bij deze zou ik in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 21 september. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag weer boodschappendag. Dus ik ga straks de deur alweer uit gaan boodschappen doen. Ik moet ook even langs de Action. Want mijn moeder viert zaterdag haar verjaardag. Dus ja, ik moet weer cadeautjes hebben. Dus dat gaan we ook doen. Hadden we al besproken. Het regent, dat is wel gezellig, dus ik denk dat ik mijn tussenjas gewoon aan ga trekken, want ja, ik denk dat mijn leerjasje dat nu niet helemaal gaat houden. Ik heb ook mijn Terry giletje aan. Gisteravond heb ik gekeken naar Beter Laat Dan Nooit, het was wel weer een hele mooie uitzending. Ja, ik vind het echt wel heel erg leuk. Daarna heb ik nog even een spel gedaan en toen ben ik de vlog gaan inplannen en mijn blogpost gaan schrijven. Dat ging eigenlijk allemaal wel goed. Dus dat was prima. En daarna ben ik met een nieuwe serie begonnen op Netflix. Ik weet zo even niet de naam, want het is volgens mij Spaans. Ik kan de naam wel even in beeld neerzetten. Ik zat er gelijk vanaf aflevering 1 in. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb heel veel zin om verder te kijken. En daarna heb ik weer Oogappels gekeken. En dat was weer gewoon volop genieten. Ik hoop zo dat hun genomineerd zijn voor de televisiering. En als ze genomineerd zijn, dat ze ook gaan winnen. Ik heb dat haarding in die ik voor mijn verjaardag had gekocht. Ik ga het jullie even proberen te laten zien. Moet ik mezelf even draaien? Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Ik kan het even zo laten zien. Ik weet niet of die het vaststelt, jongens. Dat is een beetje lastig, maar dat zit wel goed. Want nu kan ik een knotje in en dan blijft hij zitten. Dus dat is fijn. Ik ga jullie straks even meenemen naar de Action gezellig. Ik ga nu even stofzuigen en dan komt mijn coach straks. En dan ga ik de deur uit. Dus ik zie jullie weer als ik terug ben.
net binnen terug van boodschappen doen. Ik ben een beetje aan het uitreigen, want ik heb net 40 liter kattengrut in één keer omhoog getild. En ja, daar ben ik een beetje van aan het uitreigen. Ik kreeg nog bij de welkoop deze hosta plant om te kweken voor mijn verjaardag. En bij Lidl heb ik deze leuke plantjes gekocht in een potje. Ik heb ze in twee kleurtjes, dus die heb ik. Even de rest van de spullen pakken. Ik heb snijbonen, die doe ik weer door de helft in de vriezer. 200 gram. Spekjes, ik heb ze toch maar weer bij de Lidl gekocht. Want die van de... die zeg maar in één groot bak, die moet je ook echt heel snel opeten. Anders worden ze niet zo lekker. Oh, dan is hier alles echt letterlijk nat. Raaklimonade. Slavinken. Groene raak. Kattenvoer. Ik heb nu in saus, want dat vinden ze toch wel lekker, denk ik. Deze hier even de latte op schuimmelk. Nog zo'n kopje, want ik had nog een kaartje. Koffieroom. Toen ben ik even bij de trekpleister geweest. Daar heb ik allereerst deze weer eventjes gehad. Het was nu 1 plus 1 gratis. Hij is wel nog duurder geworden dan die al was. Dan heb ik wat kattenbrood gekocht. Echt super leuk. Ik heb hier allereerst 2 keer een tafellopertje voor beide tafels. Zowel de grote als de kleine tafel. Ik vond ze zo leuk. Er staan dus allemaal katjes op. Is van Francine katten. Dus die. Placemats heb ik er nu 4. 2 zitten er 2 in de verpakking. Dus ik heb er 2 meegenomen omdat ik de 4 heb. En je kunt ze wassen. Dus ideaal. En de theedoeken heb ik gekocht. Het zijn 2 theedoeken. Die vond ik super leuk. Ook kwam ik deze nog tegen. Die was nu met 15% korting. Die was nu nog 7 euro. Zo'n mini setje met wat mini kwastjes voor, ja, eigenlijk on the go. Maar die vond ik wel handig. Ik heb dan ook nog even een pakje dingetje met soepballetjes meegenomen. Zodat ik gewoon wat heb staan. Dat als ik een keertje in het hand zit. En dit jurkje nog bij de Zeeman. Dat vond ik heel leuk. Ook wel heel vrolijk. En dan wil ik eigenlijk een witte teddy gilet erbij. En dan staat dat heel leuk. Dus die. Ik ga even de andere tas nog pakken. Want er zitten ook nog wat dingen in. De chocomel. Patat. De aardappeltjes. Spinazie. Remia bakkenbraden, die hadden ze daar nu in de aanbieding. Boontjes. Kipdijfilet was in de aanbieding. Toetjes. Dus dat was alles. Ik ga dit nu eventjes opruimen en zo de plantjes even wegzetten. Want dat is weer voor de katten. Dan ga ik nog heel even relaxen en wat drinken. Dan ga ik straks lekker douchen, want ik ben best wel nat geregend. Vanavond kijk ik gewoon. Dan ga ik straks lekker eten. En dan ga ik Goede Tijden kijken en de Big Bang. Maar ik heb ook vanavond Ajax, 2 schermen. Ik ga misschien nog wel even een spelletje doen. En daarna ga ik de foto's bewerken. Dan ga ik verder met mijn Netflix-serie. En ook weer even met die serie op Videoland. Dan ga ik naar bed om mijn boek te lezen. Want ik denk dat ik vanavond best wel moe ben. Want het was druk. Veel gedaan. Maar goed, dat is in ieder geval de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even opruimen in een relax-modus. Bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 22 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb niet zo heel erg lekker geslapen. Want ik heb gedroomd over mijn opa. En ja, dat is ook nog wel een teken dat ik er heel veel mee bezig ben. Maar mijn opa die leefde nog in deze droom. En dat was toch wel heel gek als je dan wakker wordt. En normaal gesproken, ik droom ook nog regelmatig over mijn andere opa. Maar die is al zo lang geleden overleden dat ik dan in mijn hoofd dat besef ook heb van hé, maar deze droom klopt niet, want hij is er niet meer. En dat had ik dus bij deze droom totaal niet. Het was niet dat er iets binnenkwam wat zei hé, maar dit klopt niet, want opa is er niet meer. En dat vond ik toch wel heel raar of zo voor mijn gevoel. Dat was gewoon heel gek. Dus dat... Ja, die kwam gewoon niet helemaal binnen. Dus daardoor heb ik ook minder lekker geslapen.
Ik merk ook dat ik nog een beetje moe ben, maar dat komt allemaal wel weer goed. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en The Big Bang. Dat was wel weer echt super leuk. Ik vind dat echt een heel leuk spelprogramma. Ik heb er wel weer van genoten. Ik heb wel minder gelachen als de eerste keer, maar het was evengoed super leuk. Ik had ook nog een tweede scherm voor Ajax. Die gingen op zich eerst wel lekker van start, want we stonden met 2-0 voor. Maar al gauw werd het 2-2 en toen maakten ze nog een 3-2 en uiteindelijk is het gelijkspel geworden van 3-3. Dus ja, het was minder slecht dan ik had verwacht, maar ik heb geen goede hoop op zondag. Want zondag moeten ze tegen Feyenoord en ja, dat gaan ze gewoon nooit redden, geloof ik. Dus ik weet niet wat er allemaal aan de hand is. Er komen allemaal dingen in de media wat er speelt bij Ajax, maar het zit in ieder geval niet lekker. Ik heb verder nog even een spel gedaan en toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Toen heb ik nog wat nieuwe muziek op mijn iPod gezet, dus ook altijd wel leuk. En toen heb ik mijn Netflix-serie gekeken en nog even de videolancering. Toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Toen ben ik ook lekker gaan slapen, want ik was best wel moe. Dus dat was het. Ik ga zo meteen eventjes de cadeautjes van mijn moeder moeten ingepakt worden. En ik moet nog een deeltje strijken van de was. Dus dat ga ik zo maar even doen. Ik zal jullie even nog de cadeautjes laten zien die ik heb gekocht. En dan laat ik even zien als ik dat ga inpakken. En ik moet ook nog even de kaart schrijven. Dus dat ga ik jullie laten zien. Dus ik ga zo even muziek aan doen en dan ga ik eventjes aan de gang. De cadeautjes zul je ook nog wel terugzien in de shoplog van de Action. Maar dan heb je alvast een sneak peek van wat ik dus had gekocht voor mijn moeder. Dus ja, ik ga dat eventjes doen en dan gaan we aan de gang. Zo, even de cadeautjes van mijn moeder erbij gepakt. Plantje, klok, dit beeldje, dit kaarsje. Deze foaming shower gel en dit geurtje. Dus dit ga ik nu mooi eventjes inpakken, dan is dat ook klaar. Alles wat ik wilde doen is klaar. Mijn batterij is ook alweer bijna leeg. Maar het was best wel warm toch nog als je dan bezig bent. Maar in ieder geval alles staat nu klaar, dus dat is wel lekker. Dus ik zit even mijn nagellak eraf halen. Die is heel lelijk geworden. Doe ik eventjes nog iets anders erop. Maar ik ben blij dat het in ieder geval rond is. En nou hoop ik dan, ja, volgende week weer veel met schoonmaken. Dan moet ik die week erop echt weer even boven verder. Want ik weet niks meer. Ik weet niet eens meer of ik nog kattenbrokken heb. Het is allemaal echt eventjes een drama nu. Maar goed, het zal wel goed komen. Ik ga zondag in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond gewoon weer tijd voor Flikker Rotterdam. Daar heb ik zin in. Ik denk daarna nog eventjes een game doen. Dan ga ik mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Dan ook wel weer verder met de Netflix-serie, want die is echt super spannend. Ja, ik vind het een beetje lastig, omdat het Spaans is, kan ik de naam ook niet goed uitspreken. Dus ik ga het ook maar niet proberen. Nou ja, zoals je ziet ging dat met het plantje een beetje mis. Want tijger heeft dus heel erg de neiging om aan planten te vreten. Dus die van mezelf die ga ik gewoon weer op de slaapkamer zetten. Ja, ik heb die van mijn moeder wel een beetje opengelaten. Dus er komt nog wel lucht bij. Dus ik had hem ook even nog wat water gegeven voordat ik hem ging inpakken. Maar goed, het is allemaal weer gelukt. Dus dat is wel fijn. Ik ga vanavond ook nog even CMC kijken. Dan ga ik nog even mijn boek lezen. Dan ga ik ook slapen. Ja, ik moet er ook wel weer een beetje op tijd uit, dus, maar dat komt wel goed. Ik ga in ieder geval nu eventjes in de relax-modus en dan de camera opladen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want ik ga jullie morgen gewoon proberen mee te nemen naar de verjaardag van mijn moeder. Dus, nou ja, goed, dat is dus de planning. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen.
Een hele goede morgen op deze zaterdag. Het is vandaag 23 september. Ik ben klaargemaakt. Het is inderdaad ochtend. Ik word zo opgehaald door mijn vader. En ik denk dat zijn vriendin ook erbij is. En dan ga ik eventjes nog bij hun zitten. Mijn moeder die viert vandaag haar verjaardag. Ze is dinsdag jarig, maar ze viert het vandaag. Maar ik werd al wat eerder opgehaald, dus nou prima. Dus dat is de planning. En dan gaan we vanmiddag richting de verjaardag van mijn moeder. Ik heb even mijn outfit aangedaan. Ik dacht eigenlijk dat dit jurkje lange mouwen, maar het is een driekwarts mouwtje. En ik heb nog gekeken of ik mijn losse mouwtjes kon vinden. Maar die zag ik niet. Ik heb hem nu gecombineerd met mijn gilet. Dus ik heb dit jurkje aan. Die heb ik bij de Zeeman gekocht. Leuk met zo'n uitloop. Er zit ook zo'n binnenstuk in. En mijn teddyvest eroverheen. Dus prima. Gisteravond heb ik naar Flikker Rotterdam gekeken. Was wel weer echt superleuk. Ik snapte nu ook echt weer hoe het vorig seizoen een beetje ging. Want ik had hem eerst niet helder. En toen waren ze een beetje aan het vertellen. En toen dacht ik, oh ja, zo zat het. Dus dat was wel fijn. Was heel spannend, maar ook altijd heel snel weer afgelopen. Daarna heb ik nog even een spel gedaan. En ben ik mijn video in elkaar gaan zetten. Die was iets langer geworden dan ik had verwacht. Maar dat maakt op zich niet heel veel uit, denk ik. Toen ben ik... Ik zet even dat ding in mijn haar een beetje vast te klemmen nog. Toen ben ik ook mijn blogpost gaan schrijven en verder gegaan met de Netflix-serie. En daarna nog even CMC. Toen ben ik in bed nog even een boek gelezen. Toen ben ik gaan slapen. Ik werd een paar keer vroeg wakker. Eén keer moest ik naar het toilet en één keer hoorde ik de oude bierbakken geleegd worden. En wederom ging mijn droom weer over opa. Dus ja, het blijft een beetje erin zitten. Maar goed, ik weet niet zo goed waar het vandaan komt. Maar ja, het zal alles met elkaar zijn. Ik ga even de stofzuiger doorheen trekken en de spullen verder klaarmaken. En dan ga ik zo de deur uit. Ik neem jullie vanmiddag ook gewoon gezellig mee naar mijn moeder toe. Dus ik neem jullie vandaag gewoon weer een dagje mee buiten de deur. Dat is ook denk ik wel leuk voor jullie. Dus ik ga dat eventjes doen en dan zie ik jullie later. Je mag voorzichtig helpen. Kan. Doe jij het flapje maar open. Kijk. Doe die maar omhoog. Doe jij het flapje maar open. Ja. Nou, dan kom je eruit. Oh. Dan kan je heel voorzichtig, kan je hier aan trekken. Heel voorzichtig. Dat is wel grappig. Nee, niet te hard. Ja, maar jij nog maar even niet, toch? Ja, maar je moet heel voorzichtig lenten, anders gaat hij kapot. Nou, leuk. Goed gedaan. Heel grappig. Het uitpakken. Hey, ik kan het zelf open. Nou, denk ik niet, want lenten helpt. Ja, maar ik weet ook wie het ingepakt heeft. Oh, dan sta ik weer voor jou. Oh, zo is het goed. Ik wil nou wel lachen. Ja. Heel toepasselijk. Tada! Die andere werd in de schuur. Nee. Nou, leuk. Dus nee, ik kan er goed mee omgaan met die blaadjes. Ik heb allemaal nieuwe knopjes in dat tapijt. Leuk. Ja, wat is dat, Bente? Ik deed het zelf verkeerd. Oh, dat geeft niks. Nou. Oh. Nee. Nee, voorzichtig. Kijk, anders gaat hij. Oh, mooi. Ja, wat mooi! Die heb jij op de top van gemaakt. Nee, niet van mij. Nee, die is voor oma allemaal, hè?
Nee, mooi zijn. Oh, oh. Vind je het mooi papier? Ja. Heeft tante mooi gekocht? Ja. Ah. Geef het wel aan je, maar doe eigenlijk alles. Ja. Zal ik maar een beginnetje maken? Zo. Ben je nou wel een beetje moe? Mag je scheuren. Hè? Oh. Oh, lekker. Jeetje, engel. Ja, ja, mango, klopt. Dat hebben wij ook. Wat is dat? Wat is dat? Laat eens kijken. Wat is het? Oh, een kaasje. Kun je ruiken, Lente? Ruik maar. En? Hoe vind je het lekker? Lekker. Hoe vind je het ruiken? Ja, appel. Heel leuk. Ja, vind je het leuk? Hey, jij appel. Leuk, dankjewel. Ja, hij is wel voor oma, hè? Best wel, hè? Oma zal oma een beginnetje maken, dan kan je helpen. Voor je cadeautje, Lente. Oma. Heel goed voor jou. Heeft tante strak ingepakt? Ja, zal ik even helpen? Help maar even met je eigen cadeautje. Nou. Goed zo. Zo in de tas. Heb je Mini nog meegenomen? Ja? Ga je Mini zo laten zien dan? Je hebt Mini meegenomen, schat. Oh, Mini ligt thuis. Oh, wat is dat? Een luchtje, denk ik. Hey, ik ga uit maar. Ja, maar even zachtjes. Laat maar even, pardon. Zachtjes. Anders dan... Even voorzichtig. Jij mag ze, Lente, als je er even... Je mag zometeen oma vertellen. Oh. Wat heb je gemaakt? Oh. Dit is jouw. Jouw handje. Wat is dat? Vertel het. Wat is dat? Dit is jouw meid. Dit is jouw. Nee, wat er bovenop ligt, lieverd? Wat is dit dan? Nee. Nee, het is geen konijn. Nou, oh, wel goed verwend door de dames allemaal, nou, hè? Nee, ik kan het jaren. Ik kan niet dansen nu, schat. Dat is een beetje zielig voor jaren. Nee, even oma. Goed, kijk dan. Oh. Hartstikke wie is mooi. Wie de voetjes zijn dat? Van Jara de voetjes, hè? Schattig, hele smalle voetjes. Ja. Wat denk je dat erin zit in het cadeau? Doe maar even bij oma op schoot uitbakken, want het kan misschien wel kapot. Ja, dat is zonde. Wat zou erin zitten, Lente? Wat zou het zijn? Ah! Yeah! Oké, okay, een klok. Ja. Super, voor de keuken. Oh, zie. Ja, hij doet het gewoon elke keer niet. Okay. Ja. Ja. Wat jij mocht geven, dat had jij gekozen. Nou, dan ben ik benieuwd. Wat jij ben benieuwd wat jij hebt uitgekozen. Ik heb een klein beetje gestimuleerd. Ja. Lente, moet je wel oma geven. Het zou wel heel... Lente, geef ze oma. Je hebt wel leuk papier gekozen, hè Lente? Nou. Lente kwam met scheermesjes en zo aan. Oh. Kan handig zijn. Oh. Jij hebt nog een kind. Leuk. En welke vond jij het mooiste? Kan je dat vertellen? Een kind. Welke vond je het mooiste? Welke? Ja, maar welk beestje? Een kind. De eekhoorn. Ja, dat is een mooie staart, hè? Nou, dan heb je goed gekozen, hoor, lieverd. Ja, dat heb je en die voorstraat bij zijn nieuwe rotonde gemaakt. Daar is heel veel grote dennenappels op liggen. Oh. Oh jeetje joh. Die is leuk. Die is leuk. Ja, dat is hij zeker. Echt. Nooit wat is dat voor dier, Lente? Wat is dat? Een abi.
Ja, wat voor dier is dat? Wat is dit voor dier? Een egel. Een egel, hè? Nou, maar dat is mooi. Een egellamp. Hartstikke bedankt allemaal. Wat echt een hele mooie cadeau. Zo, ik ben weer thuis. Ik ben nog even een bakje koffie aan het maken. Daar had ik wel zin aan. De video die staat niet online op dit moment. Die ga ik zo meteen eventjes oplossen. Want ik kreeg al een reactie van een van jullie die zei van dat geluid doet het niet. Heeft er de laatste tijd last van of hij geeft zwarte beelden of het geluid doet het niet. Dus dat ga ik zo meteen eventjes proberen op te lossen en hem alsnog te uploaden. Ik heb hem vanmiddag wel kunnen verwijderen gelukkig. Want dat kijkt voor niemand lekker. Dus die ga ik zo meteen eventjes proberen op te lossen. Ik denk dat ik nog eventjes een belletje ga doen. En even Koude Holland kijken. De verjaardag was super gezellig. Mijn moeder was heel blij met de cadeautjes. De kaart viel ook in de smaak. Dat was super leuk. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dus ja, was eigenlijk verder allemaal wel prima. Dus ja, ik ga zo nog even koffie drinken. En dan ga ik dat eventjes doen. Katjes zijn ook blij dat ik er weer ben. Ik moet mijn haar nog even kammen. Want ja, het is nog nat van de douche. En ja, dan... ga ik de vlog in elkaar zetten. Dan ga ik mijn Netflix serie kijken. En nog eventjes CMC. En dan ga ik weer lekker naar bed toe. Want ja, ik denk dat ik ook best wel weer moe ben. Dat komt wel goed. Ik hoor een scooter start. Oh ja. Het geluidje ben ik inmiddels wel gewend. Dus dat komt wel weer goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik heb jullie geprobeerd zoveel mogelijk mee te nemen. Maar nu, ja, nu ga ik ook eventjes lekker eventjes verder. Ga even de laptop aanzetten en dan ga ik dat eventjes oplossen. Dus ja, bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 24 september. Ik heb een t-shirt aangetrokken, maar ik heb het eigenlijk onwijs koud. Ik snap niet waarom ik dit gedaan heb, eerlijk gezegd. Want het is helemaal niet warm. Ik weet niet eens hoeveel graden het is. Zal ik eens even kijken. Maar ik dacht, het is handiger, want mijn eikshirt gaat zo weer aan natuurlijk. Want, oh, het is ook maar 18 graden inderdaad. Het is zometeen weer tijd voor Ajax Feyenoord. Ja, de wedstrijd meestal wel voor velen. Ik had eigenlijk verwacht dat hij op de gratis zender zou zijn, maar dat is weer niet het geval. Dus ik heb gewoon zometeen weer een stream die ik aan ga zetten. Wat nooit heel, heel lekker is, maar goed, dat heb ik al vaker gezegd. Het is wat het is. Ik ga geen ESPN afsluiten, omdat ja, ik alleen Ajax interessant vind. En het kost allemaal al genoeg. En ik had alleen verwacht dat deze wel uitgezonden zou worden. Maar blijkbaar is op de gratis zender niet echt meer de belangrijke wedstrijden die uitgezonden worden. Ik heb er eigenlijk slechte verwachtingen van. Ik ga ervan uit dat Ajax keihard gaat verliezen. Maar je weet het niet. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Nou, ik heb gisteren trouwens ook nog even super leuk met Lente gespeeld. Een hele poos. We hebben kappertje gedaan en tandartje. En ik moest steeds met zo'n speeltelefoontje moest ik gaan bellen naar Jul de Muis. En Julia de Muis van Julianentoren. Dat was echt super leuk. En we gingen dansen en zingen. Nou, dat was echt super leuk. Echt lekker gespeeld met haar. Ik heb gisteravond heb ik dan nog even naar Koude Holland gekeken. En nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gaan zetten. En toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Echt super spannend. Ik ben wel echt heel erg benieuwd hoe dit tot een einde gaat komen. Ik weet niet hoeveel afleveringen ik nog heb. En daarna nog even CMC. Toen ben ik nog even mijn boek gaan lezen. Toen ben ik lekker gaan slapen. Want ik was ook best wel moe. Ik had nog wel een spin op de slaapkamer. Die was aan het wandelen gisteren. Dus die heb ik ook maar even vakkundig verwijderd. Nou, ik moet nog wel even wat kleine klusjes doen. Er moet gewoon even stofgezogen worden. De bakken moeten even uitgeschat worden. Ik moet nog even de groenten doen. Ik wil eigenlijk ook nog even de kwasten doen, want die heb ik gisteren niet gedaan. Die waren wel aan de beurt. En de foto's moeten even goed gewoon gemaakt worden. Maar ik wil natuurlijk ook genieten van deze wedstrijd. Dus ja, we gaan het gewoon wel eventjes zien. Ik zal in ieder geval straks even de fotospullen laten zien. Oh ja, en ik had nog een pakketje. Die zal ik zo nog wel even met jullie uitpakken. Maar ik ga eerst even een stream opzoeken en mijn shirtje aantrekken. Zodat ik klaar ben voor de wedstrijd. Dus ja, dat is eigenlijk de planning van nu. Zo, gelijk even omgekleed. Het shirtje is weer aan. We gaan zo aftrappen. Maar ik zal even het pakketje laten zien. Het is gewoon wederom weer van de Boozy Shop. Want het is weer een nieuwe trendeditie. En deze is dus van Essence. Hij ligt vanaf 9 oktober in de winkel. Ik zal hem even uitpakken. Het zijn niet heel veel producten hoor. Dan wil je iemand in dit doosje gaan. Het is namelijk de collectie Pink is the New Black. Vanaf 9 oktober dus ook in de winkels. En daar heb je dus allereerst nagelstickertjes bij die wel heel leuk zijn.
Dit is dus allemaal zwarte producten die roze zouden gaan kleuren. En daar heb ik van de Changing Color Blush. Dat is dus deze. En die is dus inderdaad ook gewoon echt zwart-zwart. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dan heb ik drie lipproducten. Ik heb hier een lip tint. Die is dus ook zwart, maar die zou roze worden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dan hebben we de lipglow. Dat is ook altijd wel mooi. Ook helemaal zwart. Die kan je wel even zien. Kijk. Hij heeft zwart, maar er zit een goudglittertje in als je heel goed kijkt. Roze goudglittertje. Dus die. En deze color changing lippenbalsen. Die heeft een leuk vormpje. En ook die is compleet zwart. Ik ben wel heel erg benieuwd. Dit is wel zo'n collectie die spannend is om te gaan testen. Maar ik ga ervan uit dat het ook echt wel roze gaat worden. 9 oktober in de winkel. Maar nu dus al online. Goed, ik ga eventjes wat doen. Want Ajax is afgetrapt. Dus ik ga nu even kijken. Nou, ik heb even de spulletjes gepakt voor de foto's. Ik heb hier allereerst een Redness Reducer Primer van Essence. Daar ben ik wel heel benieuwd naar geworden. Dan heb ik de nagellak van de Fortnite collectie van Revolution. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Het ziet er echt uit als een heel leuk kleurtje. En de drie lippenbalsems van Jungle Book. Die niet echt lekker in beeld komen. Maar die ga ik ook eventjes fotograferen. Dus nou, dat ga ik nu eventjes doen. De wedstrijd heeft alweer stilgelegen, want er waren weer stakingen en van alles. Maar zal ik jullie straks wel even uitleggen wat er gebeurd was. Ik ga nu eerst even foto's maken. Zo, het zonnetje is inmiddels gaan schijnen. Zoals je kan zien heb ik mijn shirt uitgetrokken, want de wedstrijd is zojuist definitief gestaakt. Het heeft best wel een poos stilgelegen. Het begon eigenlijk allemaal met een bekertje wat op het veld gegooid werd. Ze zijn toen niet naar binnen gegaan. Ze bleven allemaal wel op het veld. Omdat ze volgens Ajax vrij snel de dader hadden gevonden. Wat in mijn ogen nog best wel lang duurde. Dat zeiden de commentatoren ook wel. Dus de wedstrijd is eigenlijk doorgespeeld. En op een gegeven moment komt er vuurwerk op het veld. Eigenlijk vrij het einde voordat de eerste helft is afgelopen. Feyenoord stond met 3-0 voor, dus Ajax stond al vet achter. Ze hebben wel kansen gehad en die gingen er niet in. Nou, er vielen ook best wel heel wat kaarten, maar dat is op zich wel, ja, ben ik wel gewend bij dit soort wedstrijden. Nou, vuurwerk kwam op het veld. Dus ze gingen allemaal naar binnen toe, de wedstrijd werd stilgelegd. Ze hebben besloten om door te spelen, omdat eigenlijk het bekerincident niet meer meetelde, omdat ze de dader daarvan hadden gevonden. Nou, ze zijn uiteindelijk hebben ze doorgespeeld. Dus ze hebben de eerste helft uitgespeeld. Toen werd het even rust. En toen de tweede helft, nou, die was nog niet zo lang bezig. En er kwam weer vuurwerk op het veld, wat te verwachten was. Uit welke hoek het komt, ik weet het niet. Ik hoor verhalen. Maar ja, weet je, het is altijd wel. Ja, ik vind het ook wel sneu. Ik zag daar bijvoorbeeld ook wel vaders zitten met kinderen. En ja, dan zie je ze eigenlijk tegen die jongetjes vertellen. Het waren in dit geval jongetjes. Wat er aan de hand is. Ja, vind ik toch wel sneu. En hij is dus nu net definitief gestaakt. Ik denk dat het beter is. Ja, weet je, ik had dit verwacht. Weet je, het is niet dat ik niet had verwacht dat Ajax zou gaan winnen. Maar goed, deze 3 punten voor Feyenoord die tellen niet. Want deze wedstrijd moet dinsdag om 9:00 uitgespeeld gaan worden alsnog. En dat is lekker krap, want Ajax moet woensdag ook weer tegen Volendam spelen. Inhaalduel. En zaterdagavond spelen ze ook gewoon weer. Dus ik ben heel benieuwd wat er nu intern allemaal bij Ajax besproken gaat worden. Het zit er allemaal niet goed voor. Maar in ieder geval, deze wedstrijd is afgedaan. En ik begrijp nog steeds niet hoe mensen vuurwerk het stadion mee inkrijgen. Ik begrijp het niet. Ik ben ooit 1 keer naar een wedstrijd van Ajax geweest. En ik had gewoon mijn tas bij me. En ik had eigenlijk, ja, standaard dingen erin zitten. En toen zeiden ze of ze even in de tas mochten kijken. En toen vonden ze een busje deodorant. Ja, die mocht niet mee het stadion in. Nou ja, goed, als je die daar gewoon gelijk in de prullenbak deed, was het goed. Ik vond het wel een beetje zonde, want het was een heel vol flesje. Maar goed, het was de eerste keer dat ik naar een wedstrijd ging. Nooit erbij nagedacht dat dat natuurlijk ook helemaal niet mag. Het is ook logisch dat je geen deodorant mee mag nemen, maar daar had ik gewoon niet aan gedacht. Dus dan vraag ik me af, hoe krijg je dat vuurwerk binnen? Maar goed, het zal wel.
Deze wedstrijd is in ieder geval klaar. Voor nu. Het is weer triest dat het gestaakt is. Maar ja, dat is toch wel iets waar we mee te maken hebben. Ik heb net de foto's klaar. Ik heb een beetje opgeruimd. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je miljoenenjacht. Dat ga ik weer eventjes kijken en daarna het roer om. Dat wordt volgens mij ook wel interessant. Ik zag een voorstukje, dat ging er best hard aan toe. Ik heb de nagellak er eventjes afgehaald. Dus ga ik vanavond even een nieuw kleurtje op doen. Ik ga de foto's bewerken en daarna ga ik verder met... De Netflix-serie. En daarna ga ik weer een Videoland-serie kijken. En dan ga ik mijn boek weer lezen in bed. Dus dat wordt het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik moet straks alleen nog even video-foto's importeren. Maar nu gaf het kaartje van mijn spiegelreflexcamera aan dat hij niet meer kon lezen. Omdat hij beschadigd was van het een op het andere moment. Terwijl ik er eerst foto's mee heb zitten maken. Dus ik hoop dat hij die foto's wel heeft. Anders kan ik weer helemaal opnieuw beginnen. Maar goed. Dat ga ik wel eventjes zien. Ik ga nu in ieder geval bij deze zeggen tot morgen. En... ja, ga ik eventjes lekker in de relaxmodus. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 25 september. Ik ben klaargemaakt. Ik ben alleen niet blij met mijn ooglook. Want ik heb paletten gepakt die niet zoveel pigmentatie bevat. Maar ik ben alle paletten weer een keer aan het gebruiken. Dus ja, dat doe ik. Heb ik met alle make-up inmiddels gedaan. Nagellak nog niet. En bronzer en highlighterbak die zit nog vol. Maar... dat probeer ik dus nu te doen, maar nu heb ik dus een palette die niet zoveel pigmentatie had. Ik wil toch nog even terugkomen op de wedstrijd van gisteren van Ajax Feyenoord. Want ik heb gisteravond even om 7 uur Studio Sport aangezet en daar schrok ik wel heel erg van. Ik had sowieso het moment van dat bekertje gooien had ik niet meegekregen, omdat mijn stream af en toe vastliep. Nou ja, toen kregen we nog even de hoogtepunten dus. Maar toen zag je later beelden van mensen die hebben dus de ingang bij Ajax, die hebben ze geblokkeerd, zodat mensen er niet meer uit konden. En er heeft volgens mij moest de ME eraan te pas komen. Dat was echt heel heftig om te zien. Er zijn ook een aantal aanhoudingen verricht. Maar dat heeft ook niks meer met voetbal te maken. Dat is meer railschoppen en daar schrok ik wel heel erg van. En wat ik heel triest vond is dat ik een verhaal las van de wensambulance. Er was dus een heel jong jongetje die had dus als laatste wens om een wedstrijd van deze twee clubs bij te wonen. En dat is dus gebeurd. En dan zou dat normaal gesproken een mooie laatste wens moeten worden. Hè? Een mooie laatste belevenis. En dan eindigt dat zo. Ja, hoe triest is dat? En toen zag ik wel reacties van mensen die zeiden ja, misschien dat hij dat bij de volgende wedstrijd nog kon noemen. Ja, mensen zeiden ook. Die is er waarschijnlijk niet eens meer met die volgende wedstrijd. Dat vond ik echt wel heel triest. Dan denk ik wel, dat zijn ook geen supporters meer die dan dit soort dingen doen. Het is gewoon railschoppen. Dus dat vond ik wel heel triest. Maar ja. Ik dacht ook dat de wedstrijd dinsdag uitgespeeld moest worden. Maar dat werd al lastig omdat Ajax woensdag al een wedstrijd heeft. Maar het is überhaupt nog onbekend of deze wedstrijd uitgespeeld wordt en wanneer dat zou worden. Ik heb wel gelezen dat inmiddels de directeur van Ajax ontslagen is. Dus dat. Ik heb gisteravond verder naar Miljoenenjacht gekeken. Was wel, ja, ik vond het best wel. Ik gun het die ene jongen ook wel heel erg. Maar die mevrouw die was gewoon sneller. En op zich weer een hartstikke mooi bedrag gewonnen. Dus dat was prima. Toen heb ik even het roer omgekeken en ik heb mijn nagels gedaan. Ik vind dit kleurtje zo lekker. Zo lekker fel. En dat is het kleurtje van Fortnite. Ik ga van deze collectie morgen een video opnemen. Maar dat is dus deze. Oh. Ik zie alleen zo de naam even niet staan. Die kan ik wel even onder in beeld neerzetten. Want het is allemaal heel klein. Ik kan het niet zo goed lezen. Toen heb ik eventjes mijn foto's bewerkt. Nog even wat nieuwe boeken gevonden. Die moeten nog even op de e-reader. En daarna ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Eindigt ook super spannend. Dus heel veel zin om door te kijken vanavond. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het verder gaat. En daarna nog even Videoland. Want toen ben ik naar bed gegaan om een boek te lezen. Maar ja, dat was het ook wel. Ik ga nu eventjes de boel doen. De gang, de katten bakken. Die zijn heel erg nodig. Ik moet even een was aanzetten. En dan ga ik de douche doen. Ik heb de kwasten voor jullie nog uitgewassen. Dat zal ik jullie eventjes laten zien. Was ook niet zo'n goed idee, want die waren nu nog een beetje vochtig. Maar goed, dat is voor nu de planning. Dus nou ja, goed. Dat ga ik nu maar eens eventjes doen. Dus een muziekje aan en maar even aan de gang.
ik ben net klaar. Ik heb het best wel warm gekregen. Maar het is allemaal wel weer lekker schoon. Dus dat is wel heel fijn. Er lag echt heel veel kattengrit naast. Dus dat is nu allemaal lekker weg. Het is allemaal weer lekker schoon. Ik kreeg ook een melding binnen van nu dat de klassieker woensdagmiddag vanaf 2 uur uitgespeeld moet worden. Dus ik vraag me af hoe ze dat dan woensdagavond gaan doen. Want woensdagavond moet Ajax ook. En het lijkt me niet dat je 2 wedstrijden op 1 dag kunt doen. En Ajax die overweegt ook juridische stappen. Maar er staat verder niet heel veel over bekend. Maar dat moeten we maar even afwachten. Maar ik vraag me af hoe ze dat gaan doen. Maar dat zal ik nog wel horen. Katjes hebben net lekker gegeten. Spinazie staat nu in het water. Het was wel gewassen spinazie. Maar ik heb dan toch zoiets. Ik wil het dan toch nog even nog een keer nawassen. Het voelt dan toch lekkerder. Dus dat heb ik nu lekker ook op het water staan. En dan ga ik dat straks lekker eten. Wel zin in. Lang geleden spinazie. Maar vind ik altijd wel heel lekker. Maar je hebt het ook heel vaak zeg maar bij de groenteboer. Dan is het ook niet zo duur. Maar dan durf ik het op donderdag niet te kopen. Omdat ik dan denk dat het op maandag niet meer goed is. Maar in de winkel vind ik dat anders. Maar prima. De was is klaar. Die moet ik nog even ophangen straks. Ik ga zo meteen eventjes lekker relaxen. Ik moet ook de camera opladen. Dan ga ik douchen en eten. Vanavond heb je gewoon goede tijden in Chateau Meiland. En dat ik daarna nog even een spelletje ga doen. Ik heb heel erg last van mijn eczeem. Ik moet even kijken of ik weer aan mijn eczeemcreme kan komen. Want het is helemaal droog. Het jeukt ook als een malle. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. En de boekenvideo van morgen in elkaar zetten. Want die moet ook weer online komen. Dan ga ik verder met mijn Netflix serie. En daarna weer kijken naar Videoland serie. En dan ga ik mijn boek weer verder lezen. Nu kom ik er wel wat makkelijker doorheen. Het begin was even moeilijk, maar nu gaat het wel beter. Maar ik had niet verwacht dat het nog zo warm was. Want ik had echt zoiets, volgens mij kan ik de ventilator al bijna gaan opbergen. Ik had zoiets, dan zuig ik hem even uit en dan zet ik hem weer boven. Maar ik ga even kijken hoeveel graden het gewoon is. 21. Maar het wordt niet echt warm meer. Ja, woensdag nog 23. Even kijken. Hier in huis is het nu 21,5. Dus dat is wel lekker afgekoeld. Goed, ik ga nu eventjes lekker relaxen. En dan even de spinazie nog op de zeef doen. En dan zou ik bij deze gewoon zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 26 september. Ik ben voor de helft klaargemaakt. De basis zit erop en mijn wenkbrauwen zijn gedaan. En voor de rest nog niks, want ik ga zometeen een make-up video opnemen voor zaterdag. Dus ik dacht, we doen het maar eventjes zo. Dus dat ga ik zometeen eventjes verder afmaken in de video. Vandaag is mijn moeder jarig. Nogmaals gefeliciteerd. Ze heeft het afgelopen zaterdag dan al gevierd voor ons. Vanavond krijgt ze nog een vriendin. Ze ging vandaag ook gewoon werken. En ik heb al wat berichten gestuurd. Dus helemaal prima. Eventjes terugkomen op het hele gebeuren rondom Ajax. Ik vertelde jullie gisteren al dat die wedstrijd morgen uitgespeeld moet worden. Om 2 uur, zonder publiek trouwens. Maar er zijn eigenlijk de clubs het niet mee eens. Feyenoord wil dit niet, Ajax wil dit niet en Volendam is ook boos. Want Volendam zegt nu, maar wij hebben ons gefocust op die wedstrijd van morgenavond. En die is in feite nu afgelast. En dat was al een inhaalwedstrijd die gepland stond. En Volendam denkt, Ajax is zo slecht, daar kunnen wij wel tegen winnen. Die wilde geloof ik nog in beroep gaan. Het is een beslissing van de KNVB, dus hoe dat nu verder geregeld wordt, dat is eigenlijk nog de vraag. Dat kun je nog niet echt voorspellen, maar die zijn niet heel blij. Dus ik denk dat het nog een staartje krijgt. Maar goed, dat zal dan toch vandaag besloten allemaal moeten worden. Want anders dan ga je het allemaal niet redden voor morgen. Ik moet straks eventjes de dokter bellen, want ik heb dus heel erg last van mijn eczeem. En ik heb daar in het verleden een keer een crème voor gehad. En die crème wil ik weer graag hebben, maar ik moet even vragen of ze die opnieuw kunnen uitschrijven. Want die heb ik nog via mijn oude huisarts gekregen toen der tijd. Maar ik heb er nu heel erg veel last van. Ik zit continu te krabben, het jeukt en ik heb het schilfert. En als je eraan krabbelt, soms doe je het onbewust en dan komt er zelfs een beetje vocht uit. Niet heel fris, maar als je jeuk hebt, ga je krabben. Gisteravond heb ik Goede Tijden gekeken en daarna Chateau Meiland. Toen ben ik nog even een spelletje gaan doen en toen ben ik de video in elkaar gaan zetten. En heb ik mijn blogpost geschreven, dus dat ging eigenlijk allemaal prima. Toen ben ik verder gegaan met de Netflix-serie. Ik heb nu nog 2 afleveringen, dus wel super spannend. Het is echt een aanrader. En daarna nog even Videoland. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek gelezen.
Kom er nog niet echt doorheen, maar dat komt ook de laatste tijd. Dan ben ik een beetje moe en dan lees ik niet zo heel erg lang. Maar ik hoop eigenlijk vanavond weer eventjes een slag te slaan. Dus dat was wel leuk. Dus ja, dat. Ik ga nu zometeen even de video opnemen als ik heb stofgezogen en de bak heb geschept en zo. En dan ga ik nou nog even Diamond bezig doen. Maar ik denk dat ik eventjes ook nog wat ga opruimen. Dus ik ga jullie gewoon wel weer eventjes meenemen. Dus dat is voor nu de planning. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. Dus ja, tijd om even aan de gang te gaan. Ik heb ook nog even wat opgeruimd. Ging op zich wel. Maar ik hoop van het weekend even een slag te slaan. Vooral omdat er van het weekend s'avonds gevoetbald wordt en niet 's middags. Dus daar ga ik ook mooi weer even wat doen. Diamond Peter ging ook wel weer even lekker. Maar ik had net weer zo'n springkaan in mijn keuken zitten. Dus dat is de tweede springkaan in een maand tijd. En ik heb hem weggemapt en ik weet nu niet waar die is. En dat vind ik ook wel een dingetje. Ik vind het zo vies. Er zitten ook heel veel bij mijn voordeur. Dus ik wil eigenlijk... deze week was het nog een beetje de nazomer, zoals ze het noemen. En dan wil ik eigenlijk proberen dit weekend ook even bij de voordeur te gaan spuiten met insectenspray. Zodat alles doodgaat, dat ik het op kan vegen. En ook eventjes een emmer chloor er doorheen kan gooien. Want ik word hier echt niet vrolijk van. Want ja, ik denk dat ze binnen via de voordeur binnen moeten komen. Dat kan niet anders, want ze zitten bij de voordeur. Maar het is wel heel vies hoor, zo'n springkaan. Katjes hebben net lekker gegeten. Die hadden nu brokjes in saus. Dat ging er ook wel in. Ik denk dat het nog veel lekkerder is als de gelei. Voor mij ook makkelijker om op de bordjes te doen. Omdat ze die gelei moet je zo prakken nog met een vorkje. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het gewoon weer tijd voor goede tijden en vier handen op één buik. En ik denk nog wel even een spel doen. Dan ga ik de vlog afmaken. Oh, ik moet weer niezen. Hij komt niet. En mijn foto's bewerken. En dan ga ik verder met de Netflix serie waar ik heel veel zin in heb. En nog even Videoland kijken. En dan ga ik lekker mijn boek verder weer lezen in bed. Dus daar heb ik ook alweer zin in. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn kanaal. Of met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online staat en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!